Heel veel zin. Heel blij met mijn auto. Tip van de gym, girl. Zo mega lekker. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik heb er al een hele dag op zitten. En het is pas 2:30. Zoals jullie konden zien, had ik vanmorgen een workshop, skincare workshop bij Rituals. Was echt super leuk. Moesten er om 9:00 zijn in Amsterdam. Dus mijn wekker stond om 6:00. Best lang geleden dat ik zo vroeg de ruimte moest voor mezelf. Soms gaat de wekker wel zo vroeg, maar dan kan ik natuurlijk gewoon nog een beetje rustig aandoen. Maar nu was ik degene die er vroeg uit moest. Maar het was echt super leuk. En we hebben ook nog wat dingetjes meegekregen. Kijk, als allereerste cleansing foam. En deze hebben we daar dus ook uitgeprobeerd. En deze kan je dus gewoon gebruiken op je gezicht zonder water. Dat wist ik dus helemaal niet. Face oil. Ik heb dus helemaal geen goede gezichtsolie. Ja, ik heb er eentje van Charlotte Tilbury, maar die ben ik kwijt. Ik was die laatst aan het zoeken, kon die nergens vinden. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. En Cecile is dus helemaal gek van olies voor je gezicht. Dus ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een natural booster. We hebben van alles uitgeprobeerd. Boosters, serums, dagcremes, dingetjes. Dus deze. En dan zit er nog een ooglotion bij. Deze heb ik volgens mij niet geprobeerd. Voor hydratatie. Ook heel erg leuk. Dus dat hebben we van Rituals meegekregen. En toen ik naar Amsterdam Centraal liep, liep ik langs de Primark. En Keir had er dus van de week een heel erg mooi sportsetje gekocht. Dus ik dacht, ik ga ook eventjes kijken. En die heb ik ook gelijk aan. Dus dit topje, die was volgens mij een tientje. En dan dit shortje voor erbij. Die was 9 euro. En de top heb ik in een XXS en het shortje heb ik in een XS. En dan heb ik ook nog deze. Dit vind ik gewoon niet leuk voor sporten of zo, maar dit is dus een pakje. Ik vind het heel erg leuk voor straks voor de lente, voor de zomer. En dan leuk te dragen met een grote blazer eroverheen of een groot spijkerjack. Ik weet niet, ik vond het wel heel erg leuk. En dan sneakertjes eronder. En deze heb ik ook in een 2xXS en was 12 euro. Ook een mooi kleurtje. Ik heb net ook al gesport met dag. Ik ga zo even boodschappen doen. Mijn haar wassen in de olie zitten. En toen ik thuis kwam, ketje binnen. En deze wil eigenlijk vrijdag al binnenkomen, maar door het weer stond er dat ze het niet gingen redden of zo met bezorgen. Maar ik heb dus echt wel super lang een bepaalde Shark Mustache op mijn wishlist staan. Ik wilde dat formaat gewoon heel graag. Ik wilde die kleur gewoon heel graag. Ik vind die kleur gewoon super mooi. Maar ik vond best wel veel geld voor een tas. Weer 750 euro. Ik heb al best wel veel tas. Het was gewoon niet echt nodig. En toen stuurde Amy dus van de week een linkje naar mij. Dat die in de sale was. En er ging 300 euro af. Dus hij was nu 450. En toen dacht ik ja. Ik heb het nog steeds niet echt nodig. Maar ik wilde hem zo graag zo lang. En hij was nu in de sale. Dus ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon kopen. Ik heb hem dus op de Shark Must site zelf besteld. En ze hadden best wel wat leuke tassen daar nu in de sale. Oh. En hier heb ik de tas. Ik heb dit model dus nog niet. En Amy had dus dit, of heeft dus dit model. En elke keer als ik het bij haar zie, denk ik, ja, het is toch handig zo'n iets grotere. De camera viel echt precies uit toen ik hem openmaakte, maar wat is deze? Ik vind die kleur gewoon echt prachtig. Ik wilde heel erg graag deze kleur en ook dit model. Kan het niet laten. Er zit ook nog een hengsel bij. Ik zal eventjes kijken. Ik heb dit model dus al in een maatje kleiner. Deze vind ik dus ook echt zo leuk, die kleur ook. Maar deze is dus net een slagje groter. Ik ben hier zo blij mee. Echt heel erg leuk. Dus die heb ik opnieuw gekocht voor mezelf. Nu is het echt even klaar, want ik heb een auto gekocht, een tas. Het is nou wel even klaar geweest. Ik ga eventjes eerst naar de Albert Heijn. Dan ga ik eventjes mijn haar doen en zo. Dan kan ik het eventjes intrekken. Maar dan kan ik eventjes avondeten halen alvast. Dag, die is net naar de werk toe, dus ik eet in mijn eentje vanavond. Dus ik denk dat ik gewoon simpel iets van rijst met kip of zo ga maken. En eventjes deze zo weer opruimen, want het is gelijk een zootje hier omheen. Het is donderdag. En oh, heb jij spierpijn van gisteren? Ja. Ik heb ook heel veel spierpijn van gisteren. Ik heb ook hier mijn nek. Hier. Kijk dan. Hier. Komt sowieso door het optrekken dat ik me helemaal aanspan. Ja, dat deden we ook als laatste.
Ja, mijn eerste. Maar wij gaan vandaag weer sporten. En buikspieren en cardio. En daarna gaan we even lunchen, toch? Ja. Even interval weer doen. Ja, we moeten even het vet verbranden. Maar we moeten wel eerst beginnen met buikspieren. Want anders kan ik daarna echt niet meer buik doen. Ja, dat is goed. Dan gaan we daar. Anders ben ik daarna helemaal dood. Zeg toch ook eerst dat je het beste eerst kracht kan doen en dan cardio. Ja. Dat je dan meer verbrandt. Ja, kunnen we eerst een tip van buik. Tip van de gym girl. Het is ondertussen alweer wat later op de avond. Echt, er is nergens in dit huis een beetje oké, licht. Ik denk dat dit het beste is. Ik heb eventjes na het sporten lekker gedoucht. Mijn haar eventjes gewassen en start op te drogen. En Chevelle is net gezellig komen eten. Het was echt even gezellig. En nu ga ik lekker Love Island op de bank kijken. Ik ben de seizoen 6 aan het terugkijken. Had ik al gezien, maar ik vind dat zo'n leuk seizoen met Shanice en Luke T en Molly en Callum. Ik heb dus echt een tip. Dit is zo lekker. Althans, ik snap ook dat als mensen dit niet lekker vinden, want het is best wel een sterke smaak. Maar dit zijn dus gewoon een soort van chips waar veel proteïne in zit. En dat zijn deze. Volgens mij heb je ze ook nog met paprika smaak. Maar het is dus gemaakt van linzen. En dit is met de smaak rozemarijn. En ik vind het echt heel erg lekker. Ik heb dit niet nu opgegeten, maar er staat er nog een paar in. Dus dat heb ik wel eventjes opgegeten. En ik had dus gisteren, was het of eergisteren, bij de Bershka deze nieuwe joggingsbroek gehaald. Zo'n flared broek. Die me een beetje denken aan Skims. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ze hebben dus ook nog een groene kleur. Dus misschien dat ik die ook morgen of zo eventjes in de stad ga kopen. Ik heb hem trouwens in een maat XS. En hij zit echt perfect. Dat je hem hier wat beter ziet in dit licht. Kijk. Echt een lekker broekje. En ik ben dus niet zo lang. En met mijn UX kan ik deze dus gewoon aan. Dus dat is echt top. Ik ga lekker Love Island kijken. Morgen gaan we echt iets heel erg leuks doen. We gaan met die meiden karten en laser gamen. Dus dat is heel erg gezellig. Overdag ga ik met een keer sporten. En we gaan met mijn auto door de wasstraat. Want hij is wel een beetje vies. En ik wil hem gewoon schoon houden. Dus ik moet echt even een goed plekje gaan vinden. Hoe ik jullie kan neerzetten. Maar voor de eventjes zo. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vanmorgen gesport met Keer. Ik heb eventjes gedoucht en alles. En ik ga nu alvast naar Keer toe. Want wij gaan dus vanavond met die meiden gaan we laser gamen en karten. En dan gaan we eerst bij Keer eten. Dus ik ga even naar Keer. Alvast gaan we even boodschappen doen. En we gaan eventjes door de wasstraat. Want ik wil heel graag mijn auto door de wasstraat heen halen. Heel misschien als ik er zin in heb, wil ik eigenlijk even naar Lier. Naar bij Mals. Want ik heb dus dit topje van Harper. En die heb ik dus van de week ook bij hun gekocht in het paars. Maar ze hebben daar dus ook een broek van. En eigenlijk vind ik die broek ook wel leuk. Maar goed, ik ga nu eerst naar Keer toe rijden. Ik denk dat het heel druk is, want hier is het echt mega druk. Maar dat komt omdat hier achter school zit. Dus... iedereen is dus je kind uit school aan het halen. Het is vandaag zaterdag en ik ga Rowan ophalen met de auto. Want we gaan naar de mall toe. Ik heb er echt super veel zin in. Ik vind het wel een beetje spannend. Maar we gaan het gewoon doen. Komt helemaal goed. En vanavond ga ik gezellig met Demi en Amy uit eten bij Choo Choo. En dan ga ik hun ook ophalen. Helemaal zin. Heel blij met mijn auto. Ja, ik ga rijden. Maar ik was natuurlijk eventjes met Ro naar de mall. En we hebben even lekker geluncht. En ik heb 3 dingetjes gekocht. Bij de Bershka had ik dus van de week deze broek gekocht. Ik had hem volgens mij ook al in deze vlog laten zien. Maar ik vind hem zo lekker zitten. Maar ik ben dus best wel klein. Deze broek is dus een beetje te lang. Dus die hele achterkant is al helemaal versleten. En ik heb erop gelopen, want ik had hem echt 3 dagen achter elkaar aan. Vond ik zo zonde. Dus ik dacht, oké, ik hou even 1 nieuwe. Dan hou ik deze mooi en dan kan die andere een beetje lelijk worden. En ik heb deze in een X. Is. Vorige keer was ik dus op zoek naar het shirtje die erbij hoorde. Maar in de stad hadden ze het niet meer. En nu hadden ze hem dus wel. Deze grijze. Die kan je er dus heel erg leuk boven dragen. En die heb ik ook in een XS. Er hing er nog maar eentje.
En het was mijn ma. Dus die moest ik meenemen. En ik zag dus op TikTok bij een meisje dat ze bij Shubi echt hele leuke oorbellen hebben altijd. Dus ik zit tegen Roos weer te kijken. En toen zag ik dus deze oorbellen. Kijk hoe leuk. Helemaal schattig vond ik dit. En ik ga vanavond uit eten met Amy en Demi bij Chow Chow. Geen idee hoe het noemt. Het zit in ieder geval in Scheveningen. Dus ik denk dat ik dan die oorbellen in ga doen. Ik ga even douchen, denk ik. En even kijken wat ik ga aantrekken. En dan ga ik die meiden ophalen. Want ten eerste vind ik het leuk om te rijden. Nu opeens. Geen idee waarom, maar ik vind het leuk om te rijden. En ik zit natuurlijk nog in mijn dry January. Dus ik kan ook gewoon rijden. Dus dat is wat chill. Dan kunnen zij gewoon lekker drinken. En er was nog een pakketje binnen. Er was een nieuwe doos van Cabau binnengekomen. Echt mega chill. Allereerst deze proteïnebars weer. Dit is echt al de derde keer dat ik zo'n doos heb. Maar ik vind deze zo mega lekker. Het smaakt gewoon echt naar Snicker, Mars en Twix. Alles in één. Die zijn echt heel erg lekker. Dus daar heb ik er een paar nieuw van. Dan heb ik iets wat ik nog nooit heb geprobeerd. En dat is de High Protein Meal. In de smaak hazelnoot chocola. En ik hou echt heel erg van hazelnootijs en chocoladeijs. En die combinatie in de chocolade vind ik ook heel erg lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit ga ik uitproberen. Dit is een soort van maaltijdvervanger volgens mij. Omdat het dus echt een nieuw is. Een maaltijd. En dan als laatste heb ik nog een nieuwe collageen booster. Deze van mij is bijna op. En ik vind deze echt heel erg lekker. Dit is in de smaak apple orange. Dus heel erg blij dat ik deze dingetjes weer heb om een kastje mee aan te vullen. Geen idee hoe laat het is, want mijn telefoon is nu het licht. Maar ik ga zo even douchen. En dan ga ik hier rond 7:15 rijden om die meiden op te halen. En dan gaan we lekker eten. Echt heel veel zin in. Ik heb me omgekleed. Ik heb dit topje aan van de Zara. Die had ik uit de sale kunnen scoren. Ik vind dit echt heel erg mooi. Maar dit zit zo strak. Ik weet nog niet of ik nou hele dikke arm heb. Of dat dit niet goed aanziet. Of dat dit gewoon hoort. Maar goed. Ik heb mijn haar in knot, want ik wil natuurlijk niet meer zoveel stijlen. Eigenlijk niet. En ik heb die nieuwe oorbellen in. Ik vind ze echt zo leuk. Dan heb ik gewoon een spijkerbroek. En dan doe ik denk ik deze laarsjes van Isabel Marant eronder. Maar ik ga rijden natuurlijk. Dus ik neem dit eventjes mee. Want ik denk niet dat ik hiermee kan rijden. Dat weet ik niet. Maar ik doe gewoon voor de zekerheid eventjes mijn UX aan. De spiegel laten zien. Ik vind het echt zo'n mooi en leuk topje. Ik wilde eerst eigenlijk een zwarte broek, maar dat wordt wel heel zwart misschien. Ik vind dit ook wel grappig. Dan wel gewoon nette laarsjes eronder. Deze broek is trouwens van de Stradivarius. Ik krijg best wel vaak vragen, maar dit is de D92 volgens mij. En ik heb hem in de petite maat, zodat hij kort valt. En maat 32, want hij valt best wel groot, vind ik. Ik was deze week vlog aan het werk en ik zag dat ik nog geen einde had gefilmd, dus dat wil ik bij deze eventjes doen. Zondag heb ik echt niks gedaan. Ik was natuurlijk zaterdag met die meiden uit eten geweest. Het was echt heel erg gezellig en leuk. En toen s'nachts voelde ik me zo niet lekker. Ik heb ook overgegeven s'nachts. Ik weet niet of het door het eten kwam of ik heb geen idee, maar zondag was gewoon lekker chill. Dagje in bed, lekker serietje gegeten. Serietje gekeken. Het is gewoon lekker chill. De vlog is niet heel lang hoor, terwijl ik wel het best heb gedaan om geprobeerd wat meer buiten de deur te filmen. Maar deze week moet ik dus en meer filmen en weer buiten de deur. Dus dat ga ik proberen. Maar ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie in de volgende week vlog.